De scholingsactiviteiten van het Scholingsinstituut voor de Vakbeweging in Suriname worden geëvalueerd. De minister van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken, Reshma Kuldeep Singh, heeft bij een kennismakingsbezoek aan de directie en personeel van het instituut te kennen gegeven dat ze meer inzicht wil hebben in de scholingsactiviteiten in relatie tot het functioneren van de vakbeweging in sociale, economische en maatschappelijke processen. Het doel van dit werkbezoek was om de beleidsvisie en toekomstplannen aan te horen. Het CIFES leidt primair vakbondskader op voor het kunnen aangaan van maatschappelijke verantwoordelijkheden. Het bezoek heeft op donderdag 10 september 2020 plaatsgevonden. Ik ben de heer Victor Jones, de huidige directeur van het Scholingsinstituut voor de Vakbeweging in Suriname, de vierde directeur op een rij. Nou, het CIFES staat voor het Scholingsinstituut voor de Vakbeweging in Suriname. U moet het CIFES zien als het scholingsarm voor de werkende klasse. We spreken van de vakbeweging, maar het is in feite ruimer voor de werkende klasse. Als het nou gaat om de georganiseerde werkende klasse of de niet georganiseerde werkende klasse. Maar bij het CIFES gaat het nog verder. Het CIFES is een van de weinige scholingsinstituten waar op tripartite basis gestoeld is. Dus, en dat brengt met zich mee dat wij in feite de totale samenleving, de totale maatschappij beslaan. Nou, met het tripartisme wordt bedoeld dat in ons stichtingsbestuur wij zowel de vakbeweging, vertegenwoordiging van de vakbeweging hebben, het bedrijfsleven en de overheid. De maatschappelijke relevantie van het CIFES is, laat me aangeven dat het CIFES haar nut bewezen heeft. Wil je praten over een goede vakbeweging, dan zal je geschoold kader voor moeten hebben. En als instituut zijn wij er mede voor om het kader op dat niveau te brengen, om het kader te ontwikkelen, om het kader te scholen, het kader te trainen en het kader klaar te maken voor haar maatschappelijke verantwoordelijkheden. Het CIFES is heel erg trots met datgene of degene die zij hebben opgeleid. Waarom? We moeten ervan uitgaan dat de vakbeweging een dynamische organisatie is. Mensen blijven niet hun leven lang vakbondsleiders. Je ondergaat training, je wordt vakbondsleider en het kan zijn de ene die is 10 jaar vakbondsleider, de ander 15 jaar en de ander nauwelijks 2 jaar. Maar wat als we een blik werpen in de samenleving, dan merken we dat de cursisten die hier geweest zijn, van directeur tot minister, DNA-leden, you just name it. Wij pretenderen niet dat wij hen gemaakt hebben, maar we hebben in elk geval wel een bijdrage geleverd tot de vorming en tot de ontwikkeling van dat stukje kader dat in de Surinaamse samenleving rondloopt op alle niveaus. Wij gaan dwars door de totale samenleving. Als je nou werker bent, wij maken geen onderscheid tussen welke werker dan ook. Elke Surinamer die moet in de gelegenheid gesteld worden om zich te ontwikkelen. Nou, op dit moment hebben wij de vakbondsgerichte trainingen. Dat is een cyclus van de basis, middenkader en hoger kaderopleiding. Daarnaast hebben we de shop stewards trainingen. We hebben tot voor enkele jaren terug hebben we de HRM opleidingen gehad. En in het verleden hebben we tal van korte of iets langere trainingen gehad. Voor de rest hebben we ook nog workshops, lezingen, discussie, ochtenden. You just name it. Maar dat is het in een nutshell. We zijn nu aan de vooravond om te geraken tot grootschalige aanpak waarbij wij
met meerdere opleidingen aan de dag zullen komen. Ja. CIFAS die bestaat al 51 jaar en wij zijn waarschijnlijk een van de weinige instituten die onafgebroken dwars door elke omstandigheid in het land is blijven doordraaien. We hebben op dit moment 29 hoger kader opleidingen achter de rug en het dubbele, dacht ik, van middenkaders en hoge kaders. Dus en als we dat allemaal bij elkaar tellen, dan hebben wij een paar duizend cursisten afgeleverd. Nou, het gaat gemiddeld 200 tot 300. Het hangt er allemaal van af, afhankelijk van de middelen die er op dat moment toereikend zijn. Maar onze streven is 3 hoger kader, 2 hoger kader, 2 middenkader en 3 basisopleidingen per jaar. En dat levert 7 vaste opleidingen, maar gemiddeld 25 tot 30. Dus dan praten we al gauw over zo'n 250. Maar dan zijn er ook nog andere activiteiten die komen bijkijken. Ik denk dat ik als directeur toch wel mag aangeven dat als hoogtepunt de afgelopen 20 jaar is het feit dat wij hier ons intrek mochten nemen in ons eigen pand. Na de totale samenleving, zowel jong als oud wil ik zeggen, ga na wat je interesseert, wat is je passie, wat zijn je competenties, probeer die te ontwikkelen, school je, ontwikkel je, train je. Neem ook mee je persoonlijke ontwikkeling en alles dat je doet, doe het met een overtuiging en neem Mama Suriname ook mee.